Caribische erfgoedprofessionals bespreken noodmaatregelen extreme weersomstandigheden. Het officiële startsein voor de regionale raad voor archieven Carbica, conferentie over Archives at Risk, behoud van Caribisch cultureel erfgoed, is gegeven in de bankethal van Hotel Torarica. Dit vond plaats op dinsdag 26 maart 2019. Voor het eerst is een breed spectrum van Caribische erfgoedprofessionals samengebracht om coöperatieve noodmaatregelen te bespreken als reactie op extreme weersomstandigheden, zegt de voorzitter van de Caribische afdeling van de Carbica, tevens directeur van het Nationaal Archief Suriname, NAS, Rita Chinfu Harjo Muhammad. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.